Hallo, hallo, welkom bij Meester Crypto. Bitcoin is hoop, hè, staat er. Video 13, de Byzantijnse generaals. Ik had het ook wel kunnen noemen de principes van Bitcoin, want die komen gaandeweg hier deze video ook aan bod. Laten we snel beginnen. Hè, de vraagstelling die Satoshi dus overwonnen heeft is, borduurlijk voort op video 12, hè, hoe kun je ervoor zorgen dat deelnemers in een netwerk zich eerlijk blijven gedragen, zonder dat er een centrale autoriteit is die dit controleert? Hoe heeft Satoshi Nakamoto dat nu gedaan? En daarvoor gaan we terug naar het Byzantijnse Rijk. Daar weet je natuurlijk alles van. Ik wist dat al toen ik een jong kind was. Ja. Het is het jaar 537 na Christus en een leger omsingelt een vijandige stad. En het leger dat bestaat allemaal uit zelfstandige eenheden die elk geleid worden door een generaal. En om nu een succesvolle aanval te kunnen hebben, moeten de generaals tot een gezamenlijk besluit komen over het tijdstip van de aanval. Alleen als minstens de helft van hen tegelijk aanvalt, dan zullen ze winnen. Maar ja, zo eenvoudig is dat nog niet. Die generaals die kunnen elkaar namelijk alleen bereiken via boodschappers en ja, die zijn aan zich ook weer niet zo betrouwbaar. En ze kunnen te laat komen of ze kunnen helemaal niet komen, onderschept worden. Of ze kunnen de boodschap expres per ongeluk aanpassen. En sommige generaals zijn wellicht verraders die niet naar iedereen hetzelfde bericht sturen. En dat moet dus overeenstemming gevonden worden in een situatie waarin onderling vertrouwen ontbreekt. Er moet consensus bereikt worden over wat nu waar is. Dit probleem werd in 1982 in een wetenschappelijk paper beschreven om te beredeneren hoe computersystemen betrouwbaar kunnen blijven als onderdelen ervan falen, of als die onderdelen foute informatie geven of zelfs moedwillig worden gesaboteerd. En een systeem dat in dergelijke omstandigheden goed blijft functioneren, noemen we Byzantijn, fault tolerant. Hè, het bestand tegen foutieve informatie feitelijk, BFT. Byzantijn fault tolerant. En het belangrijkste van de uitvinding van Bitcoin is dus die nieuwe manier om consensus te bereiken met een vrijwel onbeperkt aantal deelnemers, van wie een flink deel kwaadaardig mag zijn, wat toch werkt, zonder dat er iemand in het midden alles hoeft te controleren, erbij betrokken is. En Bitcoin mag je zien als een geniale legpuzzel van al die verschillende cryptografische innovaties waar we er een aantal uitgelicht hebben in de vorige video. Daaruit komen een aantal principes van Bitcoin voort. Bitcoin is open. Wat bedoel ik daarmee? Iedereen kan meedoen. Mensen, maar ook machines, ook androids. Niemand hoeft toestemming te vragen. Het is zo vrij als het internet. Bitcoin discrimineert helemaal niet. En Bitcoin kent geen censuur. Niemand kan transacties terugdraaien of tegenhouden. Nou, dat moet je met het oude geld eens bekijken. Hè? Ongeacht waar je woont, welk deel van de wereld, ongeacht je religie, je seksuele voorkeur, je ras, je geloof, niemand krijgt voorrang of wordt achteraan in de rij gehouden. Bitcoin is volledig transparant. Iedereen kan controleren dat het systeem klopt en dat alle regels van het Bitcoin-netwerk worden nagevolgd. Hoe Bitcoin gebouwd is, kan tot in het kleinste detail door iedereen, tenminste met de juiste kennis, hè, maar er zijn genoeg controleurs op deze wereld met de juiste kennis te vinden. Iedereen kan het controleren. Bitcoin is grenzeloos. Het doorkruist landgrenzen, trekt zich daar niks van aan. Het valt onder geen enkele juridictie. De blockchain is nergens en overal gevestigd en kent geen vaste plek. En waar je woont,
Het heeft geen invloed op wat je ermee kunt doen. Ik zei het al, Bitcoin lijkt wat dat betreft op het internet zelf. Het is een neutraal netwerk waarbij niemand de baas is. En ook heel belangrijk vind ik, Bitcoin kent een vaste voorraad. Er zullen nooit meer dan 21 miljoen bitcoins in circulatie zijn. En daarvan zijn er al bijna 20 miljoen op dit moment gemined. Dus nog 1 miljoen in de komende 120 jaar, als ik het eventjes afrond. En deze formule die moet je eens goed op je in laten werken. Laten we even met het regeringsgeld beginnen. Dat is jouw geld gedeeld door, dit is het infinity teken, door oneindig. Er kan oneindig veel meer bijgedrukt worden. Dus jouw deel van het geheel wordt daarbij steeds kleiner. Nou, bij Bitcoin, jouw deel is het deel van 21 miljoen en dat blijft het ook. Er kunnen nooit extra bitcoins buiten wat het protocol heeft bedacht, die 21 miljoen, bijgemaakt worden. En één bitcoin, één van die 21 miljoen, is wel weer op te delen in 100 miljoen satoshis. Maar dat maakt jouw deel van het geheel niet kleiner natuurlijk. Ik zei satoshis, mensen zeggen heel vaak ook sats. En de regels over deze geldhoeveelheid, die zijn vastgelegd in de broncode. En die broncode is open source, zoals dat heet, door iedereen te controleren. Ja, en dat zijn gecombineerde karakteristieken die dermate baanbrekend zijn, dat ze het leven van miljarden mensen ingrijpend kunnen veranderen. Ik schaal Bitcoin in een rij van de boekdrukkunst of de uitvinding van het internet qua impact die het kan gaan hebben op heel veel mensen in deze wereld. Dan kijken we later nog naar als we de voordelen van Bitcoin bespreken. Maar goed, eerst nog verder op het technische stukje, de werking van Bitcoin. En in het volgende hoofdstuk kijken we wat dat betreft wat nader naar de miners. En daarmee naar het proof-of-work algoritme. Dus ik zie je daar wel weer. En voor nu, mensen, wees klaar voor roerige tijden.